Goedemorgen, Kaylee. Goedemorgen. We zijn hier bij PEC Zwolle. Waarom ben jij hier? Ik vind Zwolle een mooie club en ik vind het fijn omdat ik mijn stem kan laten horen. Ja, want jij staat hier in het materiaalhok van Jan de Groot. Waarom vind jij dat zo interessant? Omdat ik zelf heel veel van voetbal hou en zelf in mijn vrije tijd ook veel voetbal. En daarom leek het je leuk om hier een keer mee te lopen? Ja. Het is UNICEF World Children's Day en samen met alle 18 eredivisieclubs hebben wij de handschoen opgepakt om een vacature uit te schrijven. Het kind is vandaag de baas en Kaylee is vandaag de baas hier in het materiaalhok bij Jan de Groot, onze materiaalman. Dus zij kan vandaag Jan helpen met ballen oppompen, de was doen. Nou, op de achtergrond zie je mogelijk wat spelers bewegen, die gaan zo meteen het trainingsveld op. En Kaylee zorgt ervoor dat de jongens alle materialen hebben om lekker te kunnen gaan trainen. En Kaylee is hier aanwezig van 10 tot 3, als ik me niet vergis. Ja, van 10 tot 1:30 eigenlijk. Maar ze kan pas weg natuurlijk als het helemaal klaar is. Dus het is even de vraag hoe laat Jan haar laat gaan. En waarop zij zegt van ik ben tevreden. Ik doe de deur achter me dicht. En het was een mooie werkdag. En morgen weer naar school. Kaylee, je bent nu een aantal uurtjes werkzaam als materiaalvrouw. Maar je bent dan wel een beetje klaar met al die media-aandacht, hè? Ja, normaal heb ik niet zo heel veel met media. Normaal zit ik meer spelletjes te doen op de computer of op mijn telefoon. Dan dat ik met media bezig ben zelf. En nu mooi een dagje materiaalvrouw. Ja.